Harjan Brandt van Datawatt. Wij zijn op de Waterinfradag uitgenodigd om te komen vertellen van een pilot die wij onder andere met Oase en Royal Haskoning en KPN doen. We hebben eigenlijk op een hele innovatieve manier zijn we met een Internet of Things oplossing gekomen, waarbij wij met een drukopneming ervoor kunnen zorgen dat je preventief lekdetectie kan doen. Een manier die eigenlijk voorheen toch helemaal niet mogelijk was. En dat zijn we nu aan de mensen aan de beurs aan het vertellen. Ik ben Eetje Nilgen van Datawatt. Ik ontwikkel software voor de implementatie van de Internet of Things. Het is een nieuw iets waar je met de traditionele technieken niet overal kan meten omdat het te duur is. Of dat het zeg maar voedingsspanning nodig hebt, kan je nu batterijgevoed over een lange periode je data wel meten. In de waterleiding worden drukken gemeten en die drukken die gaan via een LoRa-sensor gaan ze zeg maar naar het KPN-netwerk en dan komen ze bij uiteindelijk de eindklant binnen. En wat ermee gedaan wordt is lekdetectie. De uiteindelijke toepassing is dat je dus kan voorkomen dat straten en dergelijke onder water komen te staan. Dan is dat zeker een hele slimme toepassing. Maar het wordt pas slim als je integraal van A tot Z die hele keten van je techniek beheerst. En dat is eigenlijk de samenwerking zoals je die inderdaad zegt bij een Oase, een Royal Haskoning en ook uiteraard KPN. Die ervoor zorgen dat je met een landelijk dekkend netwerk überhaupt je gegevens kwijt kan. Dus ja, het is absoluut smart, maar niet alleen ons stukje, vooral de samenwerking die je hebt. En wat heel leuk is aan deze specifieke toepassing, je moet het zo voorstellen, 60 keer in het uur gaat heel even die sensor aan, die doet die meting en het gaat 3 keer per uur wordt dat verzonden. En als je dat met de bestaande technologieën zou moeten doen, dat is binnen een paar dagen is die batterij leeg en nu doe je 10 jaar met zo'n batterij. Dus daar kan je wel zien hoeveel technologische vooruitgang er is geweest. Omdat je veel laagdrempelige meet, heb je een meetgegevens die je niet had. Dus ja, hoe erg is het? Nu heb je niks. En dan heb je veel meer data. Ja, wij kunnen het zo maken dat het helemaal niet meer uitgelezen hoeft te worden. Dat je inderdaad tegen de drinkwaterbedrijven en tegen de waterschappen kan zeggen van nou, laat het vooral in het veld staan en je hoeft er niet meer om te kijken. Alleen je krijgt de data binnen zoals je hem nodig hebt. Alleen het is nog steeds, we hebben de kennis. En de kennis zit met name natuurlijk ook met de mensen die nu wel nog altijd langs gaan. En dat heeft bijvoorbeeld te maken dat iemand op een plek komt en hij kijkt wat verderop en hij ziet dat er daar gebouwd wordt. Dat heeft weer bepaalde gevolgen voor de waterstand bijvoorbeeld. Dus nee, gaat dit in zijn geheel alles vervangen wat we nu aan het doen zijn? Absoluut niet. Maar we kunnen wel op heel veel meer plekken gaan meten. En doordat je zoveel meer meetpunten creëert, maak je de waarde weer veel groter. En daar zit met name het unieke in van Internet of Things toepassing. En wat met name ook heel erg leuk is, deze hele nieuwe innovatie die je nu ziet gebeuren, die kan alleen maar als allerlei partijen elkaar weten te vinden en elkaar weten te ondersteunen. Dat is zo'n plek als hier op de Waterinfradag zie je dat toch wel heel erg goed gebeurt.